In twee how-to's heb ik het een en ander over Ello laten zien. De Facebook-killer die dat nu juist niet is. Even was het een hype, maar nu lijkt het alweer behoorlijk rustig rondom Ello. Toch ga ik er nog twee how-to's over maken, zodat je een goed oordeel kunt vellen. Ga ik er nu wel aan beginnen of toch niet? In deze how-to gaat het nog even over berichten en verder over de instellingen. Ik ben ingelogd op mijn Ello-account. Ello is nog steeds in beta. Eerst een aanvulling over berichten. Via deze puntjes kun je een reactie plaatsen. En via deze knop een emoji toevoegen. En als je een smile wilt toevoegen, typ je dubbele punt, smile, dubbele punt. En zodra je begint te typen, krijg je een keuzemenu. En als je à la Facebook een duimpje omhoog wil, typ je. Je ziet het resultaat. Als je een bericht aan een bepaalde gebruiker wilt sturen, dan kun je mentions gebruiken, zoals bij Twitter. Je typt het apenstaartje en de gebruikersnaam. Zodra je begint te typen, worden er suggesties gedaan. Genoeg over het plaatsen van berichten. Ik ga naar de settings. Bovenaan staan de gegevens van je profiel. Gebruikersnaam, bio en links verschijnen in je openbare profiel, je e-mailadres niet. Je ziet de gegevens waarmee je je hebt aangemeld bij LO, de verplichte velden dus. Daaronder velden die je mag invullen. Je bio mag uit ten hoogste 192 tekens bestaan. Als je op View Profile klikt, krijg je een overzicht van je activiteiten tot nu toe op LO. Terug naar de settings. Hier bepaal je in principe je eigen privacygevoeligheid. Mogen personen buiten LO jouw profiel zien of niet? En geef aan of een ander commentaar mag geven of niet. Datzelfde geldt voor het delen van je posts. Maar ook LO verzamelt informatie om LO beter te maken, zeggen ze. Als je niet wilt dat ze hiervoor jouw gegevens verzamelen, kun je dit uitschakelen. Maar standaard staat het aan. Via Learn More kom je bij de privacy policy van Elo. En hier vind je onder andere dat er een uitgeklede versie van Google Analytics wordt gebruikt. Terug naar de settings. Hier kun je aangeven dat je media van bijvoorbeeld YouTube en SoundCloud kunt uitschakelen omdat deze advertenties kunnen bevatten. En dat wil Elo niet. Geen advertenties. Via deze link kun je daar eventueel meer over lezen. Bij notifications kun je kiezen wanneer je een e-mailbericht wilt krijgen. Bijvoorbeeld als je nieuwe volgers hebt. Standaard staat het allemaal op Yes. De afdeling Not Safe for Work is al bij de eerste how-to over Allo aan bod gekomen. En hier kun je je account verwijderen. Tot zover deze how-to over berichten en instellingen bij Allo.